Superleuk, jullie kijken naar weer een nieuwe video hier op ons YouTube-kanaal Milena Rosanne. Ja, nu dat het coronavirus heerst, moeten we natuurlijk allemaal binnen blijven. Of in ieder geval zoveel mogelijk. Ja, en nu hebben wij gehoord dat heel veel van jullie zich best wel vervelen. Ja, en dat is natuurlijk nooit leuk. Nee, je weet natuurlijk dan niet echt wat je moet doen. En daar hebben wij een oplossing voor. Wij hebben namelijk heel veel leuke tips tegen verveling. Ja, dus hier komen ze. En wat je ook kan doen, wat heel leuk en lekker is, vooral lekker, is een appeltaart bakken. Oh my god. Made by me. Hier hebben we al eerder een keer een video over gemaakt hoe je de hele appeltaart nou bakt. Dus als jij wil weten hoe je een appeltaart moet bakken, klik dan hierboven op het i'tje. Je kan natuurlijk gaan wandelen in het bos, want dat zijn wij nu ook gaan doen. Heerlijk, en niet zomaar het bos, wij zitten in het Amsterdamse bos en daar heb je een heel erg mooi parkje. Ja. En omdat het de tijd van het jaar is, het voorseizoen, gaat natuurlijk alle bloemetjes in de bloei en ook de bloemetjes aan de bomen. Ja. Dus die gaan wij jullie nu laten zien. Kijk. Kijk hoe mooi. Zo mooi. Bliksembomen! Wat je natuurlijk ook kan doen, is lekker gaan fietsen! Yay. Lekker een frisse lucht. Dat hebben wij lekker ook even gedaan. Ja. Het is hartstikke gezond. Ligt een goed beetje. En ja, je bent niet bij andere mensen in de buurt. Precies. Joy, je zit op mijn hoofd. Kijk waar wij zijn. We zijn Bora Bora, jongens. Bora Bora. Ook kun je bijvoorbeeld heel leuk een tie-dye t-shirt maken. Ja, en weet je nou niet hoe dat moet? Wij hebben er een video over gemaakt en die staat op ons YouTube kanaal Milena Rosanne. Ja, I won! Nee, echt net, het scheelde zo weinig. Maar dit is dus ook super leuk om te doen. Je kan lekker gaan just dansen. Lekker gaan bieden. Met jezelf of met je vriendin. Precies. Je kunt natuurlijk ook lekker gaan tekenen. Ik heb hier bijvoorbeeld hele leuke mandala kleurboeken. En die kan je dan lekker gaan inkleuren. Zo kan je ook je tijd doorbrengen. Ik ben hè? Ja. Okay. Heertje nog een keertje. 9, alles geven. Uit! Nee! Weer heb jij gewonnen, hè? Ja, ik win heel vaak met spelletjes. Ja, wat natuurlijk ook super leuk is om te doen, is gewoon spelletjes doen. En dan voornamelijk kaartspelletjes. Er zijn heel veel verschillende soorten kaartspellen die je met z'n tweeën kan doen. Je kan trouwens ook een kaartspel spelen in je eentje. Dat heet Patience. Wil jij nou weten wat de spelregels zijn? Ze staan hieronder in de beschrijving, in de link. En heb je nou geen kaarten om kaartspelletjes mee te spelen? Wij hebben een eigen merchandise-lijn met een kaartspel erin. Ja, met onze gezichtjes erop. Twee hele leuke foto's. Dus die kan je gewoon op onze website bestellen. MilenaRosanne.nl. En dan komen ze zo snel mogelijk binnen in de brievenbus. Wat is pas hier nog? Noem de laatste. Ja, dan is er nog maar eentje over natuurlijk. Oh ja, dat hoopje past hier zo precies in. Klaar!
Ja, je kan natuurlijk ook lekker gaan puzzelen. Dat houdt je wel even bezig. En het is ook nog eens super creatief en super leuk. Op naar de volgende puzzel. De volgende puzzel. Hij is bijna af, dus we maken hem even af. Wauw, hij is af. Op naar de volgende puzzel. Ja, hij heeft wel 2000 stukjes, dus ik weet niet of we die af gaan krijgen. Ga het proberen. Wij kunnen alles, toch? Ja. Kijk, wat wij altijd doen. Ja. Ze hebben het voorbeeld erbij en dan kijken we een beetje waar wat ligt. Ze hebben dit er dan al aan, wat de onderkant is. En we hebben hier het zonnetje. Ja, eerst en dan is het natuurlijk belangrijk dat je de rand hebt. Want als je geen rand hebt, dan weet je ook niet waar wat moet komen. Ja. En de kleurverdeling is heel belangrijk. Dus het eerste wat je doet, is alle stukjes sorteren op kleur en rand en wat bij elkaar zou kunnen horen. De puzzel afmaken, dat duurt natuurlijk nog heel erg lang voordat we het helemaal gemaakt hebben. Dus we gaan snel door naar de volgende tip. Hoi allemaal, we zijn nu buiten, Miel en ik. Yeah. En we hebben onze skates aangetrokken. Kijk maar. Wee. En we gaan dus even een lekker stukje skaten. Wat dachten jullie daarvan? Yes. Het is echt een super stukje mooi wegdek hier. Lekker glad. Dus dan kan je goed skaten. Normaal gesproken hebben wij ook normale skates. Maar we hebben dus ook rollerskates. Dat zijn deze dus. En dat is ook bedoeld voor skatedansen en voor indoor skating. Zeg maar van die leuke dingen. En dan kan je ook rondjes draaien en zo. En dit is doen. Zoals hier. En een rondje. Woe! Daar gaat ze. Superleuk om te skaten. Dat kan je natuurlijk ook gaan doen. Je lekker in de frisse buitenlucht, lekker aan het bewegen en je bent lekker ver weg van elkaar, behalve wij, want ja, wij zijn altijd samen, dus... Ja, die anderhalve meter, die skippen we voor ons twee even. Ja, maar voor vreemdelingen moet je die natuurlijk wel aanhouden en met skaten kan dat gewoon. Ja. Dus